Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. We gaan vandaag praten over de 0,1% tegen de 99,9%. Oftewel de macht van de onzichtbare bankiers. Het grote spel wat we in de wereld zien momenteel. En daar wordt ook volop over gespeculeerd en gesproken. En wij gaan erover praten met B. Izar en de macht van de onzichtbare bankiers. Zijn boek wat al in 2016 al uitkwam, gaan we vandaag bespreken. En B. Izar is Lucas Hollard. Lucas, welkom in de show. Dankjewel Niels, fijn om hier te mogen zijn. Ja, leuk dat je er bent. Leuk. Ik heb een hele show voorbereid, want je hebt er behoorlijk wat geschreven de afgelopen jaren. En dit boek, daar raakte je toch wel een beetje van in de war. Niet omdat het zo slecht was, maar meer omdat er zoveel interessante dingen in staan. En ik wil met jou eventjes eigenlijk chronologisch doorlopen wat hierin staat. Dus de macht achter de schermen, zoals de mensen wel zullen begrijpen die dit kijken. Hoe dat in elkaar zit, die structuren. En even wat mensen in het licht zetten, zou ik dan zeggen. Dus even die poppetjes laten zien. Die komen ook in het beeld, dus mensen dan weten van waar hebben we het over. Dat is dan ook te zien. Maar eerst even uit interesse. Jij noemt jezelf B. Izar. Dat is een schuilnaam. Waarom heb je dat voor gekozen? Ik was heel lang in een wereld van het klopt niet, maar ik wist niet wat er niet klopte. En ik denk met mij heel veel mensen die wel weten dat het allemaal niet klopt, wat er rondom ons heen gebeurt. Maar wat er niet klopt, om dat te gaan uitzoeken, dat vergt een beslissing om dat te gaan doen. Want je moet er tijd voor in stoppen en bezig mee zijn. En dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Ik ben op een gegeven moment gaan zoeken naar de antwoorden die ik zocht, die ik wilde weten. Ja. En als je dat gaat doen, dan is het verrassend hoe makkelijk het is om die antwoorden te vinden. Want ze zijn er wel, maar je moet ze wel zoeken. Je vindt ze niet in de media, je vindt ze niet op televisie. Je moet ze gaan zoeken op andere plekken. Dat ben ik gaan doen. Ik ben dingen gaan noteren, ik ben dingen op gaan schrijven. En op een gegeven moment had ik een stapel aantekeningen voor mijn neus liggen. En de wereld om me heen begon sens te maken. Het begon ergens op te lijken. Ik begon dingen te zien. Ik zag verbanden. Het was alsof ik een puzzel aan het leggen was. En die puzzel die werd compleet. En er kwam een plaatje tevoorschijn. En dat plaatje was bizar. Dus ik heb heel lang gedacht, weet je, dit is allemaal zo bizar. Als dit waar is, dan moet ik dat op de een of andere manier gaan delen met mensen. En ik was in het begin helemaal niet bezig met een boek schrijven. Dat was voor mezelf bezig. Maar de informatie werd dermate interessant en dermate bizar. Dat ik dacht, daar moet ik wat mee. En toen ik eenmaal zover was dat ik een boek ging schrijven, toen dacht ik, ik ga het boek bizar noemen. Gewoon bizar. Ja, ja. En ik kwam bij uitgevers terecht. En de een na de andere uitgever zeiden van, ja, maar daar gaan we niet aan beginnen aan dat boek van jou. Worden onze ruiten ingegooid of weet ik wat. Ja. En uiteindelijk kwam ik bij een kleine uitgever terecht. En die legde mij uit. Die zei tegen mij, Lucas, je moet goed begrijpen. Uitgevers zijn ofwel onderdeel van het systeem, ofwel afhankelijk van het systeem. Hij zegt, en ik ben een kleine uitgever, ik ben afhankelijk van het systeem. En als ik dit boek ga uitgeven, dan kom ik in de problemen. En daar heb ik geen zin in. Maar ik heb wel ergens een sub-BV'tje, daar kunnen we dan misschien iets mee doen. Maar dan kom je niet in de catalogus en dan kom je niet op de boekenplanken terecht van de boekwinkels. Ja, 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 ja. En toen dacht ik, nou, dat heb ik niet nodig. Op die manier, dan doe ik het niet. Dus ik ben het zelf gaan doen. Ik heb het boek geschreven. Ik heb het zelf uitgegeven. En dan op een goede dag komt er een grote vrachtwagen voor je deur. En die schuift een paar pallets boeken in je garage. Ja, succes ermee. Ja, daar komt het op neer. Dan moet je daar wat mee. Ja, ja. Dus dat is dan het nadeel, als je dat wil noemen, nadeel van het zelf uitgeven van boeken. Je moet zelf al het werk doen. Ja, maar je vertelde, ik weet dus ook dat jouw boek is ook inmiddels gecanceld. Hè? Het eerste boek hebben we het nu over, hè? Ja, het eerste boek was ooit bij bol.com beschikbaar. Het kon.
Het tweede boek, ja, het tweede boek heeft er eigenlijk voor gezorgd dat bol.com, met name bol.com, het boek heeft gecanceld. Ja, dus jouw tweede boek is Geld, Adel en de Zwarte Adel, de As van het Kwaad. Dat is deze. Ja. Nou, die twee, dat is broertje zusje, die twee boeken, die sluiten haar fijn op elkaar aan. En beide boeken zijn inmiddels niet beschikbaar bij bol.com. En dat vind ik niet erg, dat vind ik ergens wel leuk, want dat betekent gewoon dat ik iemand toch ergens op een gevoelige snaar heb geraakt. En bol.com is natuurlijk, ja, die zitten heel dicht bij de As van het Kwaad, hè, onderdeel van de grote spelers, ja. Dus de grote spelers. Ja, ja. Dus die, ja, ja. Dat zij het boek cancelen, begrijp ik. Geeft mij het idee van, oké, dat deert mij niet, want het boek bestaat nog steeds. En je kan het gewoon bestellen bij elke boekwinkel. Je kan aan de balie van elke boekwinkel kan je zeggen, dat is ISBN-nummer. Het ligt bij Centraal Boekhuis. Ja. Want jouw boek gaat over een heleboel dingen. Je hebt het over de centrale bankiers, de jezuïeten, de Europese Unie komt voorbij. Heel veel namen komen voorbij. Mensen, presidenten die een cruciale rol gespeeld hebben. Koningshuizen, valse vlagterreur. Nou, zo nog een aantal dingen. Ik wil even beginnen met een stukje voorlezen uit jouw boek, hoofdstuk 3, Centrale Banken. En dan zeg je het volgende. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de bankaire wereld zo ziek is en dat er blijkbaar niemand in staat is om hier verandering in te brengen? Het antwoord is simpel. Omdat het publiekelijk niet bekend is wie de eigenaren van het bankaire systeem zijn en omdat degenen die dat zijn er geen belang bij hebben om er iets aan te veranderen. Transparantie is niet in hun belang en zij zullen er alles aan doen om in hun eigen belang het systeem zo chaotisch en ziek mogelijk te houden. Hun belangen zijn groot, heel groot, zeg jij. Nou, dat nodigt natuurlijk uit om verder te gaan. Jouw boek diept eigenlijk uit van hoe die structuren op elkaar inwerken en wie dat zijn. Ik wil met jou in deze podcast even een stukje geschiedenis doorlopen, hoe dat is ontstaan. Hè? En wie dat zijn, die spelers, vrijmetselarij, begin je ook al heel snel over. Eerst even om te beginnen, je gebruikt de term kabal. Kun je even uitleggen, wat voor de mensen die het niet weten, wat bedoel je met kabal? In dit geval heb ik het over een hele kleine groep mensen. We praten over een paar families met hun handlangers. En dan heb je het waarschijnlijk over niet meer dan 7000 mensen. Laten het er 10 zijn. Maar dat is het. En dat zijn deze 7000 mensen die volledig de touwtjes in handen hebben. En die volledig ervoor zorgen dat jij en ik in een slavenplantage leven, zonder dat we het in de gaten hebben. Daarboven in de piramide, zoals ik het noem, de piramide van leugens, fraude en bedrog, die zullen we nog een keertje laten zien. En die staat ook regelmatig in die boeken. In die piramide zitten boven in de top een handjevol mensen, die ik het kabal noem. En dat zijn mensen die zijn achter de horizon, die zie je niet, die hoor je niet. Die komen niet op tv, zeg maar. Die komen niet op tv. Nee. En de bankiers, want het eerste boek staat de onzichtbare bankiers. Dan heb ik het over de onzichtbare bankiers. Niet de bankier op de hoek van de straat. En de bankier die wij misschien kennen, waar we misschien een barbecue mee hebben. Ja. Die mensen die zijn gewoon bankier. Ja. En die doen gewoon hun werk. Maar er zit een laag van bankiers en van groot industrieel managers die een hele andere agenda hebben en die elkaar onderling heel goed kennen en die elkaar met elkaar feestjes vieren en met elkaar ontmoeten en in de Bilderberg en Trilateral Commission en dat soort dingen, die een hele andere agenda uitvoeren dan de agenda die ons dient. Ja, ja, ja. Ja, je begint geschiedenis in de middeleeuwen eigenlijk. Hè? Dat geldwisselaars rijk en machtig zijn geworden door goud en zilver van burgers in kluizen te bewaren. Hier ontstond eigenlijk de eerste vorm van rente, zou je kunnen zeggen. En dan begin je met koning Willem III. En die het besluit van de rechtbank in 1689 terugdraait, zodat de macht weer bij de bankiers kwam. Hè? Destijds de City. En later werd het zelfs de Bank of England genoemd en opgericht.
En daarna maak je het stapje naar de Federal Reserve. Hè? Die wordt daarna opgericht. En dat heeft dan de oorsprong bij de zeven rijke mannen die op 22 november 1910 bij elkaar kwamen en een kwart van de wereld beheersten, zeg maar. En dat waren Nelson Eldrick, Abraham Andrew, Frank Vander Lip, Henry Davidson, Charles Norton, Benjamin Strong en Paul Warburg. Kun je eens vertellen wat die mannen deden toen ze bij elkaar kwamen? Ja, heb je het nu over de ontmoeting op Jekyll Island, die vooraf ging aan het aan de oprichting van de Federal Reserve? Ja. Ja, er is een familie die eigenlijk aan de wortel staat van het hele verhaal, en dat is de Rothschild-familie. En de Rothschild-familie die zit in Engeland. En die hebben op een gegeven moment hun belangen naar Amerika toe gericht. En die hebben heel lang geprobeerd om daar een centrale bank neer te zetten. Dat is diverse keren mislukt. Want het is altijd omdat het frauduleus was, omdat het allemaal niet in belang was van de mensen, hebben steeds de presidenten toenmaals gezegd van daar gaan we niet mee. Die banken die hebben het niet lang gered. Toen is er een geheime bijeenkomst geweest op Jekyll Island. En dat was 2 of 3 jaar voor 1913. Want in 1913 is de Federal Reserve door leugens, fraude en bedrog opgericht. En die hebben de Federal Reserve Act geschreven. Die hebben daar met elkaar ze noemden elkaar alleen maar bij de voornamen, dat mensen die je net noemde. Personeel wat daar rondliep op Jekyll Island in dat buiten, wat van Rockefeller was. Ja. Die liepen daar rond, die wisten ook niet met wie ze te maken hadden, wie deze mensen waren. Dus als ze aan het bedienen waren en zo, ze hoorden alleen maar voornamen van mensen. En vervolgens is daar een Federal Reserve Act, de wet, geschreven van de Federale Reservebank. Die konden ze niet meteen introduceren, maar ze hebben gewacht tot de presidentsverkiezingen. En toen waren de presidentsverkiezingen van Wilson, was dat, als ik me niet vergis, of Johnson, Wilson. En die man hebben ze dusdanig gefinancierd dat hij met verve president werd. En ze hebben op 2 dagen voor de kerst, dat toen het parlement met reces was en iedereen onder de kerstboom zat, hebben ze deze act laten tekenen door de president die net gekozen was. En daarmee was de wet van de Federal Reserve ging in. Ja, 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 ja. Dus toen hadden we opeens een Federal Reserve en toen hadden we dus Rothschild vanuit Europa had toen een bank in Amerika. En dat heette Federal, heeft natuurlijk niks federals te maken. Het is geen federal bank en het heet ook Reserve en ze hebben geen reserves. Dus de naam is volkomen fake. Ja, ja. Maar was designed om de mensen te doen geloven dat het een overheidsbank was en dat het overheidsinitiatief was. Ja, maar van deze 7 mensen waren er toch ook een paar die niet mee wilden doen? Ja, er was een clubje mensen die er anders in zaten. Moet ik even nadenken hoe die namen... Ja, ik snap het. Het is een tijdje terug natuurlijk. Even niet top of mind awareness, maar Guggenheim is er een en nog iemand. En die hebben ze een jaar van tevoren hebben ze die uitgenodigd om de maiden voyage mee te maken van de Titanic. Ja. Dus er zaten een handjevol heel prominente, zeer rijke, invloedrijke mensen waren op uitnodiging om de maiden voyage mee te maken. Die waren afgereisd naar Engeland, waar vandaan dat schip vertrok. En die zaten aan boord van de Titanic. Zo. En die Titanic is toen ook heel bewust op de rotsen af gestuurd. Ja, ja, ik vind het wel een omslachtig verhaal. Als je dus zoiets wil introduceren, dat je dan zo'n event orchestreert om die twee eigenlijk kwijt te raken. Maar goed, dat zou kunnen. Ik was er niet bij. We hebben te maken met geen gewone mensen. Hè? Dit zijn psychopaten van de hoogste orde. Ja. Psychopaten en crimineel. Ja. Dus het maakt niet uit
Nee. Het maakt niet uit. Als de Titanic het stukje gereedschap is om deze mensen uit de weg te ruimen, dan doen ze dat. Ja, ik begrijp ook dat die Titanic was toch ook van de Rockefellers? Of, ja, die was. Nou ja, die is op een gegeven moment opgekocht door het kabal. De werf waar die gebouwd werd. Ah, ja. Is opgekocht. Dus het schip was in aanbouw. Ja. Morgan heeft dat gedaan. Morgan, de naam die we nu al kennen in de bankwereld. Ja. Morgan was toen een handlanger van de Rothschilds. En die hebben die werf opgekocht. En die hebben gezorgd dat dat schip dus klaar kwam. En het is nog veel ingewikkelder dan ik in mijn boek verschrijf. Want er waren twee schepen, zusterschepen, die naast elkaar gebouwd werden. Okay. En de Titanic is eigenlijk het andere schip. Maar dat is een ander verhaal wat ook niet relevant is in dit. Wat relevant is, is dat ze hebben gezorgd dat de tegenpartij die het had kunnen stoppen, dat de Federal Reserve opgericht zou worden, die hebben ze op die manier uit de weg geruimd. Ja. En waarom is de Federal Reserve zo cruciaal? De Federal Reserve heeft geen functie die ons dient. De Federal Reserve heeft een functie die bankiers dient. En het was ook een jaar later dat de Amerikanen voor het eerst belasting gingen betalen. Oh. Dus snap je, daar kwam opeens, dat werden dingen bedacht. En tot op de dag van vandaag, als je kijkt op de website van de Federal Reserve en van de reservebanken überhaupt, dan hebben ze het over het managen van monetaire dingen en het inflatie onder beheer houden. Dat soort dingen, weet je. Typisch dingen die wij kunnen begrijpen. Ja, ja. Maar de realiteit is compleet anders. Wat ze doen is ontwaarden van geld. Ze zijn bezig, toen de Federal Reserve werd opgericht en nu heeft de dollar 97% van zijn waarde verloren. Dus een dollar was toen een dollar en die is nu nog maar $0,03 waard. Ja, dezelfde dollar. Dus dat is puur door inflatie gebeurd. Nou, inflatie is diefstal. Waarom is inflatie diefstal? Omdat er geen reden is voor inflatie. Er is geen reden om 2%, dat is het doel, hè, steeds, om inflatie op 2% te houden. Waarom? Waarom moeten dingen? Want het is een kwestie van ontwaarding. Mm-hmm. Het geld wordt steeds minder waard, zodat dingen duurder worden. Ja, ja. Het zet ons leven onder druk. Er is geen reden voor. Federale banken, de Federal Reserve, de ECB en de BIS. Want de BIS is uiteindelijk de bank van de reservebanken. Daar wordt het grote financiële wereldplaatje bedacht en uitgevogeld. En daar wordt bedacht wanneer er een crisis komt, wanneer de beurzen in elkaar storten. Dat is allemaal georchestreerd en van tevoren bedacht door de mensen die daar dan op voorbereid zijn en die dat moment gebruiken dat er enorme verschuiving gebeurt van vermogen uit de samenleving naar boven. Ja, dat komt ook terug in jouw boek. Hè? Een mooi voorbeeld is 9-11. Ja. Daar hangt heel veel mee samen, heb jij beschreven. Ik heb ook die voorstellingen gezien van George van Houts. Ja. Complot, die keer waarschijnlijk ook. En dan zie je dat er echt een momentum is gecreëerd inderdaad om om dat te laten plaatsvinden, dat het ook plaats kan vinden, zodat er uiteindelijk weer invloed uit wordt geoefend op de wereld. Hè? Dus met de Patriot Act bijvoorbeeld, hè? Dat staat er ook keurig in je boek beschreven en zo nog een aantal dingen. En dat er in de Twin Towers opeens een heleboel mensen weg waren op die dag. Zo nog een heleboel dingen die ik kan. Gaan we nu niet direct op in, want dat is veel te veel, maar dat staat allemaal in jouw boek. Wat ook cruciaal is in je boek, was de ontwikkeling, de oprichting van de Illuminati. Nu weet ik dat er heel veel mensen zijn die naar deze uitzending kijken en ook die ik zelf ken, die zeggen van ja, het gaat niet om de Illuminati. Ja, daar kun je ook over debatteren, maar jij gaat er toch best wel diep op in je boek, dat het toch wel een hele belangrijke club is die invloed heeft. Ja, zeker. Ja. Ik wil nog even terughaken, als mag, op die op 9-11. Ja. Want je zei ook eerder van je had moeite om voor te stellen dat Titanic gebeurde om dit te doen. Ja, ik snap het. Maar dat was dan hun eerste daad. Ze hebben sindsdien Pearl Harbor. Ja. Dat zijn major events. Hè? Dat zijn nogal dingetjes. Ja. En 9-11, tenminste, als je nog gelooft dat het mannen met baarden waren die daar bezig waren gekaapte toestellen, dan leef je in een andere wereld. Dan leef je ergens onder een steen. Maar
Maar voor degene die snappen wat daar achter zit, 9-11, wat daar gebeurd is. Dat zijn major dingen. En dan wordt het zinken van de Titanic opeens een... Ja, dat telt gewoon mee in de wereld. Hè? De Titanic, Pearl Harbor, 9-11, wat maakt het uit? Corona. Oké, even terug naar jouw vraag van de Illuminati. De Illuminati is eigenlijk begonnen door Adam Weishaupt. Ja. In 1776 of iets dergelijks. Ja, maar laat hem ook even zien in beeld. Oké, dus Adam Weishaupt die had een nogal andere kijk op de wereld en schopte graag tegen de establishment aan. En de bankiers, dat was die Club van Zeven die bij elkaar kwam, die hadden hem in de gaten en die zeiden, die man kunnen we wel gebruiken om ons, om onze agenda neer te zetten. En ze hebben hem ingehuurd om protocollen te schrijven die gebaseerd waren op protocollen die zij ooit hadden meegebracht uit Kazaria. En Kazaria was ooit onder leiding van koning Bulan, een gebied waar koning Bulan zei van we gaan onze bevolking verplicht godsdienst opleggen. En dat werd Joods. Dus dat was een Joodse godsdienst die Kazaria. En daar gebeurde van alles. De Russen die kregen daar problemen mee. Die hebben die Kazaren weggejaagd. En die waren dus allemaal Joodse mensen die geen roots hebben in het Midden-Oosten. Ja, maar Kazaria, waar is dat dan? Waar heeft het over? Zuid-Rusland. Zuid-Rusland? Zuid-Rusland, grens tegen Oekraïne aan. Het was toen een vrij groot gebied. En de tsaar van Rusland, die in noordelijk gebied woonde, die had problemen met die Kazaren die nogal barbaars waren. En in hun wereld gebeurde er heel veel moord. Reep, verkrachtingen, pedofilie, alles kon. En het waren ook wel hedonisten volgens mij, hè? Wat waren het? Hedonisten, het genoten van het leven, zo'n naam ervan. Nou ja, ik weet niet, het was een ruig volk. Ruig volk, ja. Een ruig volk. Ja. En de zijderoute werd regelmatig aangevallen. En dus het was een beetje een ruig gebied. Ja. En de tsaar, die wilde, dat was christen, dat was een christen. En die wilde daar een einde aan maken. En die zei van jongens, ik heb er genoeg van, wegwezen. Want het had gefaald dat het volk Joods werd. Had niet geholpen om mensen te focussen op een godsdienst. Wat natuurlijk de bedoeling was. Ze gingen gewoon door. Ja, ja. Dat was een lange inleiding, maar die mensen die gingen op de vlucht en die kwamen terecht in vandaag Oekraïne, Polen, Europa. 97% van de mensen die Joods zijn, hebben een Joodse achtergrond die teruggaat naar Kazaria en niet naar Israël. Oh, is dat is wetenschappelijk vastgelegd? Dat kom je niet vaak tegen. Dit is wel een heel... De kans vinden. Controversieel, hè, dit? Ja, maar zoek het op. Oké, ja, goed. ja, ja, nee, dat is kennis die vind je niet overal, maar daar komen de meeste Joodse vandaan. Joodse mensen met Joodse achtergrond hebben een achtergrond die teruggaat naar Kazaria en niet naar Israël. Niet Israël, naar het Midden-Oosten. Ja. Palestina. Dus die kwamen in Europa terecht en uit die groep was onder andere Meyer Amschel Bauer. Dat was de bankier die begon met zijn zeven vriendjes plannen te maken. We hebben het over die protocollen die ze hadden meegenomen uit die tijd. Ja. En die hebben ze aan Adam Weishaupt gegeven. Meyer Amschel Bauer heeft zijn naam trouwens veranderd naar von Rothschild. Dat is meneer Rothschild. En Adam Weishaupt is aan protocollen gaan schrijven. En die heeft op een gegeven moment de Illuminati opgericht. Officieel zeggen ze dat. Maar hij was al opgericht door de Rothschilds, Illuminati. Wij hebben het licht gezien. Zij die het licht hebben gezien, Illuminati. Ja, was dat toen in eerste instantie een soort... wilden zij... achter het systeem invloed uitoefenen, was het meer een religieuze beweging? Nou, of beide? Weishaupt die zei van wegwezen jullie achter de schermen, ik ben de front.
Ik voer het uit, ik bedenk het en wij voeren het uit. En dat is vanaf dat moment zo gebeurd. Want vandaag hoor je niks over de Rockefellers, je hoort niks over de Rothschilds. Als je wat hoort, dan zijn het filantropen. Dan doen ze goede dingen. Ja, uiteraard. Ze hebben allemaal stichtingen en ze beginnen allemaal mooie trilateral commissions en van alles en nog wat die zogenaamd ons dienen. Maar het is natuurlijk compleet de andere kant van de medaille. Ja. Dus daar is de Illuminati verschenen. Die is verdwenen achter de schermen. Daar horen we nooit meer iets van. En dat is een heel klein groepje mensen. Dan hebben we het over die 7000 mensen. Ja, maar het bestaat dus nog wel. Het bestaat zeker. En nog niet zo heel lang geleden. Ik heb gezien dat die website nu weg is. Maar nog niet zo heel lang geleden kon je lid worden van de Illuminati. Serieus? Ja, kon je zomaar doen. En dan kon je t-shirts kopen en je kon sneakers kopen en je kon een mok kopen met Illuminati dingen erop. Ja, maar dat moet toch een grap zijn? Dat geloof ik niet. Dat was de Illuminati winkel. En ik heb het laatst nog eens een keer gezocht, toen kon ik hem niet meer vinden. Mm. Maar kijk naar al die rappers. Kijk naar al die Hollywood mensen. Die worden allemaal uitgenodigd om onderdeel te worden van die kabalwereld, van die satanische kabalwereld. Ja, dat zie je ook steeds mensen die symbolische bewegingen maken op foto's en zo. Dit kennen we ook allemaal wel. Ja, ja. Dat valt daaronder, zeg jij. Dat heeft daarmee te maken. Ja, dat valt daaronder. En die zetten tattoos. En het is allemaal heel stoer om die piramide en dat alziend oog op je arm te hebben. Dat is heel stoer. En je kan dus gewoon kon lid worden van de Illuminati. Maar dan zit je natuurlijk wel aan de rand. En zolang je dan je goed gedraagt, en dan heb ik het weer over die rappers en Hollywood, en die mensen worden succesvol, omdat ze op een gegeven moment iets kunnen. Ze kunnen een kunstje. En dan wordt er gezegd, willen jullie een privé vliegtuig? Willen jullie een limousine met een chauffeur? En willen jullie succesvol zijn? Dan richten we een podium op dat zo groot en spectaculair is. En dan gaan jullie succesvol worden. Ja. En dan verdienen ze bakken met geld. Maar daar staat wat tegenover. Ze moeten hun contract tekenen in hun eigen bloed. Ja, nee, maar dat gaan we zo meteen nog even praten. Ja. Want daar ben ik wel van geschrokken. Want ik heb gisteren de laatste hoofdstukken van jouw boek gelezen. En hoofdstuk 14, toen moest ik toch even slikken. Ik wist wel dat dit gebeurde. Ik hoor wel eens wat dingen. Maar als je het dan zo leest en jij schrijft het ook op. Dan kan ik me wel wat voorstellen dat een uitgeverij zegt van, nou Lucas, dat doen we niet. Ja, nou ja. Vanaf de eerste pagina, denk ik, heb ik het over van, je gaat dingen tegenkomen die je niet wil geloven. Nee, dat wil je ook niet. Dit is niet leuk. Maar doe je eigen onderzoek. Hè? Ik bedoel, dit is mijn onderzoek. Dit is wat ik zet dat op papier, omdat ik dat heb uitgevogeld. Dat zegt niet dat het waar is. Ik denk het wel. En als ik er ergens naast zit, dan zit ik er waarschijnlijk niet ver naast. Denk ik. Ja. Maar iemand die mijn boek leest en zegt van, jeempie, dat gaat een beetje ver. Dan zeg ik, zoek het uit. Doe je eigen onderzoek en maak je eigen waarheid. Ja, maar ik heb een paar jaar geleden een interview gezien met Anneke Lucas. Ja. Dat weet je ook wel. Ja. En die vertelde soortgelijke ervaringen over dat zij in een soort circuit zat. Ja. Waar soortgelijke praktijken voorkomen. Dus er zijn al mensen die daarmee naar buiten treden. Meer, hè? Dus niet alleen zij, meer. Dus ik denk dat je dicht bij het vuur zit. We gaan even verder met, want toch even door op de Illuminati. Want wat dat is dus de rol die ze nu spelen. Dus ze hebben invloed op de werkelijkheid doordat ze financieren. Maar ook dat ze een agenda hebben. Dat klopt, hè? Dat klopt. En die agenda is de New World Order. De New World Order. En de New World Order, dat kunnen we ook laten zien. De afgelopen jaren hebben we heel veel presidenten, ook Mark Rutte, gewoon verklaard. We werken toe naar een nieuwe wereldorde. Dus dat is ook niet nieuw. Kunt even laten zien voor de mensen die het niet geloven. Build Back Better. Ja. Agenda 2030. Ja. 17 Sustainable Development Goals. Ja, precies. Dus dat is inderdaad eventjes de korte samenvatting. En nu wil ik even verder door met ons chronologisch verhaal. Want Adam Weishaupt hebben we gehad. Dus het oprichten van Illuminatie. Dan gaan we door naar een andere cruciale man. Albert Pike. Waarom is die zo belangrijk? Om in jouw boek te vermelden. Ja, Albert Pike die heeft is een visionair. Die heeft heel veel dingen van tevoren zien gebeuren, voordat ze gebeurden. Dus hij beschreef op een gegeven moment hoe de Eerste Wereldoorlog zou beginnen en zou eindigen. Hij beschreef voordat het gebeurde hoe de Tweede Wereldoorlog
En nu ook de derde wereldoorlog. En hij komt verrassend dicht bij de waarheid. Ja, ik heb dat even erbij gepakt. Dat is bladzijde 83. Ik ga het even voorlezen, want dat dacht je van... wauw, dit is gewoon echt alsof je een glazen bol had. En dat had hij natuurlijk niet. Dit is gewoon een plan. Ja, dat is gewoon een plan. En dit is deel 2 van de brief die Albert Pike op 15 augustus 1871 schreef... aan zijn Italiaanse vriend Giuseppe Mazzini, oprichter van de maffia. Ja. Hij zegt dus, de Tweede Wereldoorlog moet gefaciliteerd worden... door gebruik te maken van de verschillen... tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet zo geregeld worden dat het nazisme vernietigd wordt... en het politiek zionisme sterk genoeg is... om de soevereine staat Israël in Palestina te stichten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog moet het internationale communisme sterk genoeg worden... om tegenwicht te bieden aan het christendom. Dat dan versterkt zou moeten worden en achter de hand gehouden... totdat we het nodig hebben voor de ultieme sociale allesvernietigende ramp. Volgens mij zien we dat nu. Hm. Nou, dit was dus in 1871. Ja, ja, nou ja, wat jij net zegt. Was er een plan of was er een plan? Daar zat iets achter. Ja. Ja, dat was volledig georganiseerd. Ja, dit lijkt er wel op. Ik bedoel, dit is toch behoorlijk overtuigend. Ja. Nou ja, dat gebeurt nu ook. Agenda 2030 is helemaal volgens het plan. Ja, ik heb ook onlangs Mees Baai hier in de uitzending gehad. Die liet ook een aantal voorbeelden zien dat inderdaad ook de Tweede Wereldoorlog gefinancierd is. Ook door de Amerikanen, dat heb jij volgens mij ook beschreven. Dus dat is voor mij wel helder. Dan hebben we ook nog... het hoofdstuk wat ik eigenlijk wil dat je dat zelf even voorleest. Het eerste deel van George W. Bush. Want we gaan toch even door. Want dat verhaal van Anneke Lucas hebben we net gehad. Maar dit is dus ook wat in het verlengde ligt. En dat zijn dus de presidenten, zeg jij. De machthebbers die uitvoeren. Die we dus ook op Bell op TV zien. Die hebben dus een soort inauguratie nodig. Anders mogen ze niet dat doen. Zou dat even willen voorlezen? Het is één netwerk van old boys... Jij en ik kunnen van ons leven niet president worden van Amerika. Ook al hebben wij betere ideeën. Ja. Maar we zitten niet in het netwerk. Nee. Dus. Oké. Mensen, je kunt nog wegduiken. Je kunt hem ook stopzetten. Ja. Maar goed. Dit is hoofdstuk 14. Ik lees even de eerste pagina. Ja. De Bush-familie is verwant aan 16 voormalige Amerikaanse presidenten. En ook aan het Britse Koningshuis. Nou, dan zie je meteen al hoe ingewijd je moet zijn om president te worden. Ja. 3 generaties Bush waren lid van Skull and Bones. Een luguber en geheim gezelschap dat werd opgericht in 1832. En een clubhuis heeft op de campus van Yale University. Niet iedereen kan lid worden, maar als je uitgenodigd wordt... moet je nog wel even meewerken aan een paar inauguratierituelen. Denk daarbij aan masturberen in een doodskist... en homoseksuele daden plegen in een bad gevuld met varkensbloed en urine. Er wordt poep gegeten en bloed gedronken en er worden kinderen geofferd. En er worden toneelstukjes opgevoerd voor de duivel. Als potentiële nieuwe leden voortijdig afhaken... en niet bereid zijn om hun ziel aan de duivel te verkopen... en hun handtekening te zetten in hun eigen bloed... worden ze afgevoerd en is hun carrière ten dode opgeschreven. Werk je wel mee, dan staat er een glansrijke carrière op je te wachten. En zo kon het gebeuren dat in 2004 Skull and Bones maatjes... George Bush, republikein, en John Kerry, democraat... tegenover elkaar kwamen te staan in de race voor het Witte Huis... Ja, het is nog steeds shocking als je het leest. Ik word er ook weer even stil van. Het is echt onvoorstelbaar. Het is inderdaad bizar. Hè? Dat als dit waar is, dat wij dus gewoon dat wereld, in ieder geval de westerse wereld, geregeerd wordt door mensen die dus eerst hier doorheen moeten. Het is ook voor hunzelf natuurlijk heel erg, maar dan ga ik altijd even verder denken van. Welke krachten willen dit? Welke krachten hebben dit nou nodig? We hebben te maken met
met criminelen en psychopaten. Ongeveer 3-4% van de mensheid heeft behoorlijk narcistische of psychopathische trekken. Maar je hebt ook extreme gevallen. En de extreme psychopaten kennen geen empathie, genade. Genade, ja. Kennen ze niet. Speelt niet. Kijk naar heel veel van de bazen van grote multinationals bedrijven. Die gaan over ruggen. Ze komen daar omdat ze dingen hebben gedaan die heel veel mensen niet bereid zijn te doen. En dus ook niet zo ver komen. Dus dat zegt niet dat elke leider van elk groot bedrijf psychopaat is, hoor. Nee, het gaat er ver dat je zegt iedereen doet dat, toch? Ik bedoel, denk aan Mark Rutte. Nou, die man is volledig ingepalmd en gebrainwashed. En in een wereld gezet die hij waarschijnlijk zelf niet eens meer gelooft. Maar hij wordt ervoor betaald en hij loopt met zijn wefkoffertje rond. En dit is zijn wereld en hij gaat er helemaal in mee. Maar die man is natuurlijk ook ergens ziek. Ja, maar even terug naar George W. Bush. Ja. Hoe weet je zeker dat dit klopt van hem? Als je kijkt naar Skull and Bones, dan is dat zijn de rituelen wat daar gebeurt. En in het boek beschrijf ik George, 3 generaties van George Bush hebben dit feest mee mogen maken. Er zijn heel veel mensen op hoge plaatsen, die ik verderop noem in het boek, die allemaal door Skull and Bones voorbereid zijn op hun posities. Die zijn bereid geweest om heel ver te gaan om carrière te maken. En die carrières kunnen ook niet meer kapot. Die gaan van het ene Davos naar trilateral feestjes. En je moet het zien als een wespennest van mensen die zichzelf elite noemen. Ja, maar er zijn dus ergens verklaringen of getuigenissen van dat die dit bevestigen, dat dit gebeurt, dit soort dingen. Ja. Ja, ik heb ze niet, maar dat kom ik tegen in mijn onderzoeken. Ja. En je hebt het dus eigenlijk over, als je het over de kabal, heb je het over zo'n 10.000 man, zeg je ongeveer, wereldwijd. Hooguit. Dat is eigenlijk vrij weinig. Tuurlijk. Klein clubje mensen maar. Tuurlijk. Als 7 miljard mensen zich realiseren dat ze aan de touwtjes hangen van 7.000 mensen. Ja, 7.000 mensen, 2-3 vliegtuigen vol. Ja. En het is klaar. Ja. Dus, maar ja, wat bedoel je dan ook een CIA bijvoorbeeld? Of FBI en dat soort apparaten? Nou, binnen zo'n organisatie werken natuurlijk mensen die gewoon een baan hebben. Ja, maar dat is dan wel meer. Dat zou meer dan 7.000 zijn of 10.000. Maar aan de top, de bazen van die organisatie, ja, die hebben een agenda. Die wordt gevolgd. Ja. En er werken natuurlijk bij de CIA ook mensen die gewoon 's avonds met hun boterhammetje onder de snelbinders weer naar huis gaan en weet ik wat. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Ik bedoel, je hebt ook heel veel mensen die gewoon goed werk verrichten, ook binnen die... Absoluut. Tuurlijk, dus dat is overal zo. Absoluut. Maar de leiding en de organisatie en de positie die het allemaal inneemt in het hele grote plaatje, kan alleen maar als de bazen onderling regelmatig een sigaartje roken met elkaar en een spelletje golf spelen en elkaar ontmoeten op feestjes waar jij en ik niet bij willen zijn. Ja. In jouw boek heb je ook de piramide, die staat erin, die laten we ook even zien. Dat is wel mooi dat mensen zien van hoe dat dan even visueel eruit kan zien. Hè? Dus de macht in de wereld. Dus... Chantabel. Ja, chantabel, ja, dat is het woord. Dat is het woord ook toch. Maar jij ziet echt, dat is een piramidaal structuur waar we in zitten. Dus wij zijn het klootjesvolk, wij zitten onderaan. En bovenaan heb je echt de top die het bepaalt. De 0,1% hebben we het over. Is niet alles in het leven een piramide? Maakt niet uit, de bakker op de hoek van de straat. Waar 1 bakker de baas is en een handjevol mensen met hem medewerken aan een doel. En hun doel over het algemeen is om goed product te leveren, een goede dienst te leveren, dienstbaar te zijn aan de samenleving. Maar er zit een zekere piramidestructuur in zo'n bedrijfje, hoe klein het ook is. Ja.
ga naar een Shell of een Esso of naar grote bedrijven. Daar heb je ook piramidestructuren. En daar mankeert niks aan. Piramidestructuur is heel erg solide, heel, heel goed. Alleen, de medewerkers achter de balie, die hebben geen zicht op de agenda die uitgevoerd wordt aan de top van de piramide. Ja, ja. Nee, natuurlijk, het is altijd maar de vraag hoe je het gebruikt. Achter jou staat een mooie print met ook piramides. Ja, ja, dat zag ik. Ja. Dat zouden dan, ook, die zouden dan ook gebruikt worden voor energie in het verleden, wordt gezegd of gesuggereerd. Ja. Weten we ook niet, zou kunnen. Maar dat, het is het, net hoe je het inzet natuurlijk. Maar er is dus niks verkeerd met piramides. Nee, nee. As such. Ja. En dat wij in een piramide leven is dan ook een logisch gevolg dat wij te maken krijgen met bazen. En wij hebben te maken met onze overheid. Maar onze overheid is niet de baas. Daarboven zit de bedrijfswereld. Want het zijn de grote multinationals die aan onze regering vertelt. Zo willen we het hebben. Ja. Ja, en wij willen geen belasting betalen. En dan geven wij jou mensen die kunnen werken. Ja, ik zeg wel eens, of ik heb wel eens gezegd in het verleden, als ik dan naar een feestje ging of naar een verjaardag. En dan was de verkiezingstijd en werd er gezegd, nou, waar ga je op stemmen? Ik zei, nou, weet je wat je doet als je gaat stemmen? Dan vervolgens gaan ze een kabinet vormen of een coalitie vormen. En dan vervolgens is dat er. En wat gebeurt er dan? Dan zien we de lobbyisten. Dan zien we de multinationals. Dan zien we het World Economic Forum komt op tafel zitten. Shell komt aan tafel. De Bilderberg komt voorbij. De Europese Unie komt voorbij. De Verenigde Staten heeft een grote vinger in de pap. Dus wat blijft er dan nog over van het akkoord? Van wat de burger eigenlijk wil? En dan zeggen ze, ja, ga je dan nog stemmen? En dan vraag ik het even aan jou, Lucas. Ga jij nog stemmen? Nee, nee, ik niet. Ik heb wel heel lang gestemd, maar het is bij mij binnengekomen. Kijk naar Wilders. Wie heeft op Wilders gestemd en wat krijgen ze? Ja. Goof. Ja. Hoe bizar wil je het hebben? Ja, maar dat is toch over bizar gesproken. Hè? Ja, maar dat is dus het ultieme voorbeeld dat de democratie gewoon helemaal kapot is. Nou ja, goed. Ga je daarvoor stemmen? Nee, ik niet. Ik niet. Want je dient een systeem wat niet werkt. Wat toch niet voor jou er is. Het staat niet. En dan kan je stemmen op een partij die naar jouw idee dan de beste visie heeft. De beste agenda heeft. Maar ze krijgen geen kans. Want die worden gecanceld. Die worden uitgerooieerd. Ik bedoel, met alle respect, Forum voor Democratie had een hele grote partij kunnen zijn. Was het niet zo dat ze elke verkiezingen alleen maar minder worden. Achter de schermen wordt dat geregeld. Ja, en ik denk dat ze toen heel goed doorkregen. Dat ze op een gegeven moment hadden ze hele grote winst bij de Eerste Kamer. Een paar jaar daarvoor. En toen dachten ze van, oh, wacht eens even. Die club, die moeten we eventjes een halt toeroepen. Toen hebben ze daar geïnfiltreerd met in de jongerenorganisatie. Want dat zou een zogenaamd antisemitische kreten geweest zijn of iets dergelijks. Oh. Van de ene dag op de andere dag werd die partij gehalveerd. En daar was, naar mijn idee, meneer Rutte direct voor verantwoordelijk. Die heeft dat geïnfiltreerd en kapot gemaakt. Oh, dat wist ik niet. Dat zou kunnen, weet ik niet. Oké. We gaan even verder naar. We gaan even chronologisch door. Want we hebben dus nu de Illuminati gehad. We hebben even gehad het systeem, het piramidale systeem. Ik ga even terug naar. Want als ik nu de volgende naam noem, zei mij in het begin helemaal niks. Maar we gaan even terug naar het Khazaren-verhaal. Want jij begint te praten over een man die eigenlijk de machtigste man is van de kabal. En dan dacht ik van, nou, wie is dat dan? Dat is Arturo Sosa Abascal. En ik had er nooit van hem gehoord. En dat is dus volgens Wikipedia, is een Rooms-Katholieke priester en politicoloog. En hij is sinds 2016 generaal overste van de Sociëteit van Jezus. En hij liep de school, het college van San Ignacio in Caracas, liep hij door. Hij trad in 1966 toe tot de religieuze orde. Van de Jezuïeten, studeerde theologie aan de Pauselijke Universiteit van Rome. Maar die man heeft dus, vanuit die orde heeft hij dus heel veel macht, zeg jij. Ja, en of die er vandaag nog zit, weet ik niet. Hij is 75, dus ik weet niet. Nee, ik weet het ook niet. Maar in feite moet je praten over de Jezuïeten, de orde van Jezuïeten, waar die man in zit. En die brengt de zwarte en de grijze paus voort. Er is een splitsing geweest in 1700 zoveel van het Vaticaan met de Jezuïeten, met de orde van Jezuïeten. Okay. Die waren ooit onderdeel van het Vaticaan. En de Jezuïeten die werkten buiten de muren van de kloosters.
En het Vaticaan met hun priesters werkte binnen de muren van kloosters. En dat groepje van Jezuïten die zichzelf de orde van Jezus noemde, die zijn ooit begonnen vanuit Spanje. Dat was Ignatius Loyola, die daar de leiding aan gaf. Ja. Die zijn met een paar honderd mensen Europa ingetrokken. En dat groeide heel erg snel. En die zijn begonnen met scholen in te richten. Want zeiden ze, als wij de jeugd, de jonge mensen, nu alvast kunnen vertellen hoe het in elkaar zit, dan hebben wij volgelingen voor de rest van ons leven. Maar ze werden ook nogal, ze hadden goede functies in de samenleving. De Jezuïeten kwamen terecht, ze werden gezien als elitaire mensen. En ze kwamen terecht in posities, ook in overheden en in bedrijven. En ze gedroegen zich niet. Het waren mensen die over het algemeen niet erg meegingen in de regeltjes die uitgezet werden. Ja, dat is ook terug te leiden van hun Khazaarse afkomst. Ja, 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 absoluut. Ja, ja. Ja. En de koningen toenmaals van Spanje, van Frankrijk, ik geloof ook Portugal, die hebben een beroep gedaan op de toenmalige paus. En die zeiden van deze mensen, die Jezuïeten van jou, van het Vaticaan, daar hebben wij last van. Ja. Die passen niet in onze samenleving. En die hebben druk uitgeoefend om het Vaticaan om te zorgen dat de Jezuïeten gecanceld werden en niet meer onderdeel zijn van het Vaticaan. En zo is het gebeurd. Het Vaticaan heeft de Jezuïeten afgestoten. Daarmee waren de Jezuïeten dus hadden niks meer te maken met het Vaticaan. Mm. Maar ze waren niet van de ene voor de dag weg. Nee. Ja, die Jezuïeten waren er nog. Ja. En Adam Weishaupt was een van die wezen die wel Jezuïet was, maar niet wist hoe hij ermee om moest gaan, want hij had geen leiding meer. Hij hoorde niet meer bij het Vaticaan. Ja, ja, ja. En toen was er in Rusland, de tsaar, die had er lak aan, die zei, de tsarina van toenmaals, die had er lak aan, die zei van, ja, nou, wat mij betreft, die Jezuïeten kunnen doen, laten wat ze willen, doe maar. En toen is daar, en ik ben even zijn naam kwijt, een belangrijke Jezuïet opgestaan en die heeft de wezen zeg maar weer gegroepeerd en heeft gezegd, jongens, wij zijn met z'n allen lid van een orde. Ja. En die handhaven wij. En toen hebben ze een zwarte paus geïnstalleerd in plaats van de witte paus. Want een paus draagt traditioneel witte kledij. Ja. Kledij. Ja. De Jezuïeten zwart. En ze hebben zich daarmee onderscheid gemaakt. Zwarte adel. En die hebben op een gegeven moment ervoor gezorgd dat er een strijd begon van de Jezuïeten om de zetel van het Vaticaan terug te veroveren. Aha. Snap je? Dus ja. De Jezuïeten die zeiden van ja, wij horen niet meer bij de... Want ze willen ons niet meer hebben. We zijn gecanceld. Maar wij willen daar verandering in maken. En in 1963 is dat ongemerkt gebeurd. Toen is die strijd gewonnen door de Jezuïeten. Door de zwarte paus. Door de zwarte paus en de grijze paus. En die hebben nu heel lang... Herinner je dat deze paus is een Jezuïet. De huidige paus die we hebben is een Jezuïet. Paus Franciscus ja, is dat. En dat zou dus officieel niet kunnen. Omdat het Vaticaan de Jezuïeten niet meer herkende. Nee. Snap je? Maar ja, we hebben nu wel een paus die Jezuïet is. En deze paus is aan de macht gekomen, of liever gezegd is paus geworden, nadat de vorige paus is afgezet. En pausen worden niet afgezet, pausen blijven paus totdat ze overlijden. Mm. En de vorige paus die is december vorig jaar overleden, maar hij heeft 5 of 6, weet ik veel, hoeveel jaar, heeft hij, omdat hij geen Jezuïet was, in de achterkamertjes van het Vaticaan mogen wonen. En moest verder rustig houden. Dus die paus die heeft het niet gered tot zijn dood. Die werd aan de kant gezet. Daar kwam een nieuwe paus waarvan niemand in de eerste instantie wist dat hij een Jezuïet is. Maar dat weten we nu wel. Ja, maar wat heeft dat paus voor invloed dan? Want we zien hem altijd wel op het plein komen. Dan zwaait hij even. Wat krijgen we ervan mee? Hij bezoekt natuurlijk alle landen. Maar wat is zijn functie dan? Dat vraag ik me ook vaak af. Ja, ik ben niet katholiek, maar... Nee. Ja,
pausen worden over het algemeen door katholieken op handen gedragen. Ja, het is natuurlijk het boegbeeld van het geloof. Dus mensen zien het als een autoriteit. Maar ja, als ik jouw verhaal zo lees, dan weet ik niet of ik wel moet geloven dat het een boegbeeld is van het zuivere christendom. Nou, zeker niet. Zeker niet. Laten we dat voorzichtig dan. Nee, zeker niet. Want wat daar allemaal in de gewelven van het Vaticaan gebeurt, dat wil je allemaal niet weten. Maar deze paus, die als hij zich publiek laat zien, dan heeft hij een wit kledij aan. Ja. Dat is puur huichelarij, want hij is eigenlijk zwart. Hij is niet zwart, hij moet zwart gekleed zijn. Ja. En er is in de 70er jaren is er een nieuwe aula gebouwd. Die leunt tegen het Vaticaan aan. Ja, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, maar vertel. Ja. Oké. En die aula is een spooky gebouw. Als je hem vanuit de lucht ziet, dan heeft hij de vorm van een slangenkop. Ja, maar aan de binnenkant zie je het ook, hè? Dan zie je als ook je aan de binnenkant bent, dan zie je niet de ogen van de slang. Je ziet de fangs, de tanden, de giftanden van de slang. En het is een gigantisch gebouw. Daar kunnen 7000 mensen zitten en daar kunnen 14000 mensen staan. En een heel groot podium. En de paus die zit daar regelmatig in zijn witte handsoppie en doet daar dan van alles en nog wat. Ja. Maar is omringd door allemaal lakeien en mensen, vaak in het zwart. Wat symboleert die slang eigenlijk volgens jou? Hele belangrijke boodschap, denk ik. We mogen tegenwoordig nauwelijks praten over reptielen, want dat is natuurlijk een beetje geladen dingetje, beladen dingetje. Ik weet het ook niet, maar het is wel spooky. En als je terugkijkt naar eigenlijk alles wat er om ons heen gebeurt, is het ons van tevoren wel verteld. We moeten het alleen wel oppikken. Ja. En hier heb je ook weer zo'n dingetje waarvan je zegt, hier wordt een boodschap uitgedragen. Kan niet anders. Anders bouw je niet zo'n gek bouwwerk. Er wordt ons iets verteld. Maar wat? Ja. Ja, ik heb er wel ideeën over, maar dat is misschien beter voor een andere podcast. Maar dat is wel een cruciaal ding, want dat heeft te maken met dat wij altijd een keuze hebben in deze realiteit als mensen om wat je toestaat en wat je niet toestaat. En krachten van buiten die zouden niet mogen infiltreren wanneer ze dus niet zouden zeggen wat ze doen. En als ze wel zeggen wat ze doen, en wij doen er niks tegen, dan accepteren we het. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat is een beetje die wet volgens mij. Maar goed, dan gaan we veel te diep. Maar dat is het wel. Ja. Want als je niet reageert, dan stem je toe. Exact. En de signalen zijn er altijd wel. En ik denk dat mijn boek daarom ook tot nu toe mag. En dat ik mag, omdat ik niemand in de weg sta. Ik friemel in de marges. En zij zeggen van ja, dat zijn de marges die toegestaan zijn. Omdat wij later kunnen zeggen van jongens, jullie hadden kunnen weten. Ook dat. Ja. Oké, dus dat is eventjes die Arturo Sosa Abascal. Die machtige man die achter de kabal belangrijk is. Dat is dus een... Weet je daar verder wat van? Helemaal niks. Nu even niks meer. Oké, maar goed. We laten hem wel even zien. Die heeft ook een rol gespeeld. Maar goed... Ik maak even een sprongetje. We gaan even meer naar deze tijd toe. Want in 2017 was er heel veel toen over QAnon. Dat is in bepaalde kringen werd dat afgedaan als een complottheorie. Laten we het een theorie noemen. Waarin ook Donald Trump genoemd werd. Hè. Die zou dan een soort bestrijder zijn van deze kabal. Van die 10.000 man die jij in je boek beschrijft. Hoe kijk je daar nu naar? Naar de relatie Trump en kabal? Goeie vraag. Als ik het wist, zou ik het zeggen. Ik geef Trump, of heb Trump tot nu toe steeds een beetje de benefit of the doubt gegeven. Ja. Voordeel van de twijfel. Ja. Voordeel van de twijfel. Maar ik begin steeds meer dingen te zien waarvan ik denk, het klopt niet. I don't know. Ik persoonlijk, ja. Ja, QAnon wordt ook gezegd is een CIA-operated ding. Heb ik ook gehoord, ja. Zou best kunnen. Er wordt ook gezegd dat het hoge pieten van het Amerikaanse leger zijn die zich achter Trump hebben geschaard en die Trump beschermen. Kleine factie, ja. Omdat Trump de redder gaat zijn van dit hele verhaal.
Ik heb ook gehoord dat het kabal met medeweten zich nu langzaam maar zeker gewonnen gaat geven om ervoor te zorgen dat er kopstukken uit het systeem omgelegd worden, zodat er uiteindelijk een nieuwe wereldorde ontstaat, ja, die dan uiteindelijk ook weer onder controle staat van dat handjevol. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk wisseling van de wacht, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Precies. En dan wordt zo'n Trump-figuur gebruikt om ons mee te nemen in dat verhaal. Ja. En Trump gaat het voor ons redden. En mensen als Trump die zorgen ervoor, en heeft hij ook al voor gezorgd, dat Jeffrey Epstein en dat soort mensen verdwijnen. Heel veel van dat pedofiele eiland, dat is onder andere door Trump is dat geïnitieerd dat stopgezet wordt. Ja, nou, ik heb dus laat begrepen dat dat wel een beetje tegenvalt. Dat hij er eigenlijk helemaal niet van gedaan heeft. Ja, hij heeft minder oorlogen Ja, dat is waar. Hij heeft geen oorlog gevoerd. Hij heeft overal handen geschud met mensen die nog nooit handen geschud hadden met een Amerikaanse president. Dus hij liet wel zien dat hij dingen anders ging doen dan. Maar hij heeft denk ik ook wel ervoor gezorgd dat heel veel van dit soort topfiguren in het slangennet, in het slangenkuil, een Epstein, dat die opgedoekt werden. Ja, hij is wel, denk ik, voor die macht erachter, die is toch wel een beetje een pain in the ass. Hoewel, ja, hij staat dus. Ik heb het gevoel dat het een beetje. Dat hij twee petten op heeft, dat denk ik. Er zijn een paar dingen die mij zorgen baren. Ik heb ook heel lang gedacht dat die man oké was. Maar hij heeft, denk ik, de foute kant gepakt toen er gevaccineerd werd. Ja. Eén. Hij heeft de Amerikaanse ambassade verhuisd naar Jeruzalem. Waarom? Hij is wel heel erg bevriend met Israël. Hij heeft een schoonzoon die in kringen verkeert, waarvan ik ook denk, dat is niet de wereld die ons gaat redden. Ja. Ja, het is in ieder geval niet zo erg als de schoonzoon van of de zoon van Joe Biden. Dat is nog erger. Nou, dat is nog erger. Ja. Maar hij heeft ooit een casino-imperium gehad. Daarmee ging hij over de kop. En toen is hij gered met geld van de Rothschilds. Ja, want hij is inderdaad eerst failliet gegaan, hè? Ja, en is gered weer door Rothschild geld. Dat is opvallend, hè? Als je gered wordt door de Rothschilds, dat is toch, dan hoor je wel bij de club, hè, Lucas? Je kent ze in ieder geval. Ja. En of dat nog steeds vriendjes zijn, dat weet je dan nu niet. Weet je, dus het is allemaal ingewikkeld. En ik zou hem het voordeel van de twijfel willen geven. Maar hij doet toch wel dingetjes waarvan ik denk, ruikt toch een beetje vreemd. Want zijn de poging om hem te vermoorden. Ja, die we laatst gezien hebben. Ja. Ik denk dat het een toneelstukje was. Ja, nee, ik denk ook. Maar zou het niet goed kunnen zijn dat hij ook jezuïet is? Want hij. Nou, dat denk ik niet. Maar hij zet met even een lotje op zijn hoofd. Ja. Dat doet hij weer wel. Ja, waarom? Hij kan jezuïet zijn, ik weet het niet. Wordt gezegd dat hij vrijmetselaar is? Dat zijn ze allemaal. Dat zijn ze allemaal? Ja. Oké. Okay. Dat zijn ze allemaal. Iedereen met een beetje, die een beetje belangrijk is, die is ergens in de. En even over vrijmetselaars, wil ik wel even gezegd hebben. We hebben in Nederland heel veel lodges van vrijmetselaars. Ja, ja. En dat zijn allemaal blauwe lodges. En de blauwe lodges betekent dat er drie rangen zijn. Eerste, tweede en derde graad. En dat gaat tot meester. En dat is niet anders dan een roundtable en een rotary. En dat is gewoon gezellige partijtjes. Mensen die bij elkaar komen en een biertje doen. En praten over hoe ze een put gaan slaan ergens in Afrika om mensen te helpen. Dus daar mankeert helemaal niks aan. Dus niet elke vrijmetselaar is een fout persoon. Nee, maar zo heb ik het ook niet geïnterpreteerd, hoor. Nee, dat weet ik wel. Dat wist ik ook wel. Dat mensen, maar dat mensen ook nu op deze podcast luisteren, dat ze niet denken van dat alle vrijmetselaars fout zijn. Nee, en je moet, als je de 33 graad hebt of hoger, dan moet je ook, dan zit je ook meer in die kringen natuurlijk, hè? Precies. Dus dat is, je komt in die kringen als je bereid bent om dingen te doen die andere mensen meestal niet bereid zijn om te doen.
Maar ja, je kan je afvragen waarom vrijmetselaars op die eerste, tweede en die derde graad willen zweven als ze ook ergens Rotary kunnen, clubje kunnen doen. Maar ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Nou. Ja, precies. dan gaan we even naar... want dit is eigenlijk een heel groot spel wat we eigenlijk hebben beschreven. Hè? Die kabal, om het maar te noemen. De machten van het bankiers, jezuïeten, vrijmetselarij. Ik denk dat we voor een groot deel dit behoorlijk hebben uitgediept binnen een uur. Dan kom je ook op het laatst met oplossingen. Van hoe kunnen we hier als welwillende medemens, hoe gaan we hiermee om? Ja. Jij komt met een aantal dingen. Je zegt, we moeten naar een nexit toe. We moeten naar binnen een referenda. Stop met de koningshuizen, minder religie. Ja, dan gaan we dus eigenlijk overal uit. Overal mee stoppen. Is dat nog steeds wat jij denkt? Absoluut. Nexit is de eerste stap. Hè? De EU dient ons niet. De EU, wij dienen de EU. En er is niks verkeerd met samenwerking. En we hadden geen EU nodig om ooit een Benelux te hebben. Hè? We hadden ooit Benelux. Binnen Benelux had je geen paspoort meer nodig. En mocht er was vrije handel en zo. Nou, dat werkt prima. Dus aan samenwerking is helemaal geen probleem. En we hebben geen EU nodig om te kunnen samenwerken met Duitsland en Frankrijk en van alles en nog wat. En laat dat op een normale manier gebeuren. Maar zodra de EU onze regeltjes gaat bepalen en zodra de EU ons forceert om aan idiote wetten te voldoen die te maken hebben met klimaatleugens en dat soort idiote toestanden. Maar dan zijn wij dus onder de plak van ongekozen mensen. Ursula von Leyen is daar neergezet. Die vrouw is corrupt tot op haar botten. Zij voert de agenda uit van de WEF. Klaus Schwab is corrupt tot op de botten. En voert de agenda uit van de VN. En de VN is de speeltuin van de kabal. Dus in feite zijn wij een speelbal in het veld. En Nederland, met Rutte ooit en nu met Schoof, gaat niks veranderen. Ik hoorde in 2020 heb ik die uitzendingen allemaal gevolgd van Karel van Wolferen en Kees van der Peil bij Weltschmerz. Ja. Toen vertelde Van Wolferen een keer een uitzending van Nederland zou je eigenlijk kunnen zien als een soort vazalstaat van de VS. Ja. Nou, zie je het maar zo. Ja, dus eigenlijk we stellen niet zo heel veel meer voor. Nee, we doen gewoon wat te zeggen. We hebben wel geld, hè? Dat hebben we wel. Wie heeft geld? Nederland als land. Ja, maar dat is juist. Dat moet dus allemaal naar Oekraïne. En dat moet allemaal naar vluchtelingen. En dat moet allemaal eruit. Dat moet naar de EU. En dat moet over de balk gesmeten worden. Want ja. Nederlandse boeren mogen niet meer boeren. Nee. Vissers mogen niet meer vissen. Nee. En hier hebben we de voedselbanken die goed draaien. Ja, ja, triest. Ja, dus vreselijk. Ja. Dus overal uit, zeg jij. Dat is om te beginnen, ja. Denk ik, een logische stap. En wat er... Er gaat niks gebeuren totdat iemand een beetje bewust wordt dat er überhaupt iets aan de hand is. De meeste mensen weten niet dat we een vijand hebben. En de vijand, en dat we in oorlog zijn. En we hebben niet een oorlog waar we elkaar doodschieten met geweren, maar er is een oorlog tegen onze ziel en tegen ons bestaan. En wij worden op dit moment door systemen die ons niet dienen, tot slaaf gemaakt. En de bewustwording dat dat aan de gang is, is stap nummer 1, denk ik. Als je niet op de eerste ladder van bewustwording staat, dan heb je niks in de gaten. Nee. Dan denk je dat er niks aan de hand is. Dan wil je ook geen nexit en dan wil je ook niet. Dan ga je gewoon in de rij staan voor de volgende prik, waar ze nu volgende week weer mee beginnen. Want dan denk je dat het allemaal goed bedoeld is. Ja. En dat de overheid het goed met ons voor heeft. En dat alles wat in de Volkskrant staat en in het NRC te lezen valt, dat dat allemaal getrouw is aan de waarheid. Ja. En dat de Oekraïners de oorlog aan het winnen zijn. Al dat soort onzin. En dat er een klimaatprobleem is. En dat we 17 duurzame doelen moeten naleven. En dat we allemaal een steentje moeten bijdragen. Dus als je in die wereld leeft, dan ben je heel ver nog niet bezig met dingen te ontdekken. Ja. Die daar achter ons achter de schermen gebeuren. Ja. Zodra iemand op de eerste treden van de ladder van bewustzijn wordt, dan gaan er dingen gebeuren. Dan ga je meer dingen zien.
En hoe hoger je komt, des te duidelijker het wordt en des te duidelijker het plaatje wordt. Ja. Dus bewustwording is primair belangrijk. Voordat wij met elkaar iets kunnen doen. Wij zijn met 7 miljard mensen op deze aarde. En we worden gedomineerd door een groepje van 7000. Nou, hoe bizar is dat? Dat is behoorlijk bizar. Dus zolang wij denken dat dat oké is, gebeurt er niks. Nee. Maar als wij van de ene dag op de andere dag zeggen van hé, er is iets aan de hand, daar wil ik niet aan meedoen. Dan ga je dus ook geen mondkapje dragen. En als eentje dat niet doet, dan wordt hij opgepikt op straat. En misschien nog in elkaar geslagen ook. Maar als we het allemaal doen, dan valt het niet meer te handhaven. Nee. Als je nou naar deze podcast luistert, wat voor treden sta je dan volgens jou? Ik? Nee, de luisteraar, de kijker, die komt toevallig op deze podcast uit. Waar sta je dan? Ik denk dat jij waarschijnlijk volgers hebt die al wel ergens op de ladder van bewustzijn staan. Ja. En dat verwacht ik. Als ik lezingen geef, dan weet ik dat mijn publiek over het algemeen mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot de boodschap die ik vertel. Het is niet zo dat iemand die helemaal niet in deze wereld bezig is, zegt van hé, ik ga eens een keertje luisteren naar dat bizarre verhaal. Nee, nee. Dus zelden dat ik mensen heb die niet op de ladder staan. Of misschien, dus over het algemeen denk ik dat jouw luisteraars en jouw volgers ergens wel in de wereld van bewustzijn bezig zijn. Ja, ja. Maar het is belangrijk dat zij mensen om zich heen meenemen. Ja. En dat is niet eenvoudig. Heel cruciaal en ook best wel lastig soms. Dus alle mensen die kijken, fijn dat je kijkt. En ook goed dat je bewust wordt van al deze onderwerpen, hoe moeilijk het soms ook is. Want mijn boek is een Jip en Janneke boek, hè? Denk ja, ik. Dat vind ik wel. Het is heel toegankelijk geschreven. Ik heb alleen deze gelezen. De macht van de onzichtbare bankiers. Die andere nog niet. Nu we het er toch over hebben. 17 oktober kom je naar Zwolle. Kom je in de studio een lezing geven. Vanaf 8 uur kunnen mensen dat bijwonen. Als mensen erbij willen zijn, dan kunnen ze een ticket bestellen via de website studionieuwetijd.nl. En je kunt ook onder deze video, dus bij de link staat de link naar de tickets. Dus dat kan allemaal zometeen als het online staat. Dan kunnen mensen dit bijwonen. We hebben 20 plekken in de studio, dus niet heel veel. Dus wees er snel bij en koop je ticket. Dan kun je Luca als het hemd van het lijf vragen. En de boeken zijn dan met korting te krijgen. Kijk, dat is dan weer mooi. we hebben heel veel behandeld, Lucas. Ik denk dat we er wel zijn. Wil je nog iets toevoegen aan dit verhaal? Een slotwoord of een... Nee, misschien dat even uitleggen waarom er een tweede boek is gekomen. Het eerste boek beschrijft de geschiedenis van ongeveer 250 jaar. Dat is een tijdsbestek wat wij makkelijk kunnen beseffen, kunnen omvatten. En het beschrijft wat er is gebeurd in die periode om ons te brengen naar waar we nu zijn. De chaos waarin wij nu verkeren is niet per ongeluk. Die is heel bewust gecreëerd. En die is om een reden gecreëerd. En dat is om een nieuwe wereldorde te realiseren. Ja. Een orde die ons niet gaat dienen. Toen dat boek klaar was, heb ik het tot 3 keer toe een herziene uitgave gebracht, omdat er zoveel gebeurde. Maar je kan niet blijven herzien. Nee. Dus het tweede boek is een beschrijving van wij zijn hier nu. We hebben te maken met deze situatie, met deze chaos waarin we nu verkeren. En we hebben te maken met de Agenda 2030 en de 17 duurzame doelen. Sustainable Development Goals, al dat soort dingen. Het is een plaatje van waar we zijn en waar wij naartoe gaan als wij meegaan in het verhaal en wat we kunnen doen, denk ik, om eruit te stappen. En uitstappen is bewustwording, is niet meedoen. En uiteindelijk niet meedoen met belasting betalen. Oké, dat is een mooie uitdaging. Ja. Er staat in je boek Geld, Adel en Zwarte Adel, de as van het kwaad. Ook, ik zet even een linkje onder deze podcast. Dan kun je beide boeken makkelijk bestellen. Of kom anders op 17 oktober naar de studio. Dan kun je ze ook met korting kopen hier in Zwolle. Lucas, ontzettend bedankt voor je komst. Ik vond het een ontzettend mooi gesprek. Dankjewel Niels. En graag gedaan. All right. Iedereen, dank voor het kijken. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd podcast. We zijn te volgen op X. We zitten op LinkedIn. Je kunt ons ook volgen op Instagram. En als je een vraag hebt, stuur even een mailtje naar info@studionieuwetijd.nl. En wil je zelf een lezing of een podcast of een workshop geven in de studio, dan kan het ook. Kijk even naar de mogelijkheden op de website studionieuwetijd.nl.
En graag tot een volgende keer. Bye bye.